Hallo allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Over een paar minuten gaan we beginnen. We wachten nog even tot, iedereen online is. We hebben best veel inschrijvingen voor vanavond. Iwan en ik hebben er in ieder geval gigantisch veel zin in. En we hopen jullie ook. Dus blijf rustig hangen. En dan gaan we zo meteen beginnen. Oh, even een testje. Kunnen jullie ons allemaal goed verstaan? Gooi het maar in de chat, het antwoord. Ja. Top. Hey, Dirk, leuk dat je erbij bent. Ik zie je voorbij komen. Hey Mari, is dat Mari van van de school? Ja. Leuk. Hey, grappig, cool. Hey, leuk. We dachten we doen eens iets geks. België, kijk. We gaan over de grens. Ja. Ja, leuk. Ah, het is voor ons de eerste keer dat we dit doen. Dus mensen in de zin dat we het onder eigen vlag organiseren. We hebben allebei wat ervaring met webinars geven, maar nooit van mijn ouders. Onder eigen naam. Hey Rinus. Ja. Dus ja, het blijft toch altijd een beetje spannend, hè, zoiets. Ja, dat gaat goed komen. Geen probleem. Nog geen geluid. Arjen, dan moet je misschien je speaker even aanzetten. Ja, want die andere mensen geven aan dat ze ons prima kunnen verstaan. Of een hoorapparaat. Ja. Ah ja, leuk. Het is 2 minuten voor 7:30, dus we wachten nog heel even, want we hadden gezegd dat het om 7:30 zou beginnen. Het is ook niet helemaal fair dan om eerder te beginnen. Hè. We snappen dat jullie het liefst hebben dat we van start gaan. Maar nog eventjes geduld, want we zijn zo bij jullie. Ja, dat klopt. We hebben eventjes de presentatiemode aangezet. Want ja, we voelen ons ook zo op de camera staan. We moeten nog in de make-up, hè? Zet je me niet andere? Ja, blijkbaar als we muten kunnen, kan iedereen het horen. Dus nou, dan muten we niet meer. We laten het microfoontje gewoon aanstaan, zodat jullie ons kunnen horen. Nog een paar minuutjes gaan we beginnen. Ja, Gert-Jan, hoe lang het duurt, dat is aan jullie, hè? Hoeveel vragen jullie gaan stellen? Goed, we hebben zelf begroot op ongeveer een klein uurtje. Ja, dus, Daniel, Thomas, Daniel is koning Willemijn. Ja, er zitten voornamelijk wel mensen van het koning Willemijn uit een bos bij. Ah, leuk. Ja, erg leuk. En bij de inschrijvers had ik ook wat internationale inschrijvingen gezien vanuit België. Het is nu 7:30. Techniek College Rotterdam is ook present. Kijk, absoluut, Vlaanderen. Hoppa. Sam.
Krijgen we nu ook iets anders als toen met AMT? Jazeker. Ja, absoluut. We hebben echt iets heel nieuws voorbereid voor jullie. Zo, we zijn weer in beeld. Het is 7:30. De kerktoren hier naast ons bedrijf die heeft net klokslag 7:30 geslagen. Dus ik stel voor dat we zoetjes aan gaan beginnen. Ja. Dan hoeven de mensen die op tijd waren ook niet langer te wachten. Nou, superleuk dat jullie er allemaal bij zijn. Wat ik al net al zei, het is voor ons ook iets nieuws. We zijn gewend om voor ATC, de vereniging ATC, om daar presentaties voor te houden. Ja, dan zit je in een zaal met een groep mensen en dan heb je natuurlijk veel meer interactie. Dus we moeten daar nu even iets anders mee omgaan. Maar jullie hebben een chat, dus je kunt in die chat je vragen stellen. Wij houden de chat in de gaten. En dan proberen we ook die vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Dus heb je een vraag ergens in ons verhaal, stel hem gerust. Nou, laten we van start gaan. Wij hebben het altijd over kennis, informatie en tools. Dat is ook weer het onderwerp van deze webinar. En waarom hameren we daar zo op? Omdat het, zonder die drie componenten is het oplossen van storingen, of eigenlijk de storingsdiagnose, is gewoon gedoemd om te mislukken. Dat wordt een gebed zonder eind. En brengt ontzettend veel onnodige kosten met zich mee. Dus als wij een storing aannemen, dan stellen wij ons altijd de vraag van, oké, hebben we de kennis, hebben we de informatie en hebben we de tools? En vanavond hebben we een volgende presentatie voor jullie voorbereid. We beginnen zometeen met een storing aan een Jaguar F-Pace. De auto is van bouwjaar 2017, hè, dus een recente auto. Nou goed, dat ding zit helemaal vol met voertuigelektronica die, zoals de Duitsers het zo mooi zeggen, vernetst zit in het voertuig. Dus er zitten verschillende kan-netwerken in. En de storing die Jaguar had, was dat hij tijdens het rijden gaan er plotsklaps allerlei lampjes branden en komen allemaal meldingen in beeld. En als je dan bijna stilstaat met die auto, dus je krijgt allerlei waarschuwingen voor je snuffert. En ja, goed, wat doe je dan als bestuurder? Ja, stoppen. En op het moment dat je stopt, trekt hij de handrem erop. Dus die elektrische parkeerrem wordt dan geactiveerd. Nou ja, je kunt jezelf voorstellen dat echt ontzettend vervelend is als je met zo'n auto aan het rijden bent. Hè. Je rolt naar een rotonde toe en op de rotonde ga je... Je moet stoppen voor die rotonde, staat je handrem erop. En die parkeerrem, die wilde er ook niet meer vanaf. Je moest daarvoor de motor uitzetten, contact uitschakelen, daarna het contact weer aan en werd de parkeerrem weer gedeactiveerd. Maar ja, de eerste keer zit je toch even gek te kijken als bestuurder. De tweede die we vanavond gaan behandelen is een Volkswagen Passat. En dat is al een oud beestje, 13 jaar oud was die auto, 2007. Die kwam eigenlijk met een probleem bij ons in de startbekering. Wat was er met die auto aan de hand? Passat met keyless entry. En de klant die had het voertuig gekocht met één sleutel waar hij de auto mee kon starten en de centrale verhendeling mee kon bedienen. En hij had een tweede sleutel erbij gekregen, maar die deed niks. Die werkte niet. Dus hij kon daar de verhendeling niet mee bedienen. Maar hij kon ook de motor niet starten met die sleutel. De auto was ongeveer 8 weken in het bezit van die eigenaar toen die dus aangeboden werd voor de storing. We beginnen met de Jaguar. Iwan pakt het stokje van mij over met de Jaguar en ik ga dan straks met de Passat verder. Dus we hebben twee storingen, dan weten jullie waar je tegenaan kijkt. Misschien ben je gewend dat we er wel 4 of 5 behandelen. Ja, in een webinar is het toch eventjes anders, dus we hebben gekozen voor 2 storingen. En we nemen jullie van A tot Z mee in onze gedachtes. Hoe hebben we die storing aangevangen?
Met andere woorden, de kennis, de informatie en de gereedschappen, de tools, welke hebben we gebruikt en ja, wat was de aanpak? Die folder nu inzetten, dan wil gelijk een vraag stellen. Oké. Hoeveel mensen zijn er online, vraagt Hans. We zitten nu op 99. Dus ja, we hadden 150 inschrijvingen, dus absoluut denk ik dat we niet mogen klagen. Zijn er nog meer vragen? Nee, voor de rest niet. Oké, ja. Goed. Ik weet niet of we nu die polder al in willen zetten om te vragen. Oh ja, ja. We hebben een vraag voor jullie. Even, of jullie eventjes mee willen doen. Dat is deze. Die Jaguar, zouden jullie die aangenomen hebben in je werkplaats? Je kunt stemmen. Hoppa, kijk. Dat is nou precies wat wij graag willen zien. Ja. Kijk, 6% zit... Kijk, 49%, 6%, dat gaat naar alle kanten. We wachten het gewoon eventjes af. Ja. Die vraag hadden wij eigenlijk ook, hè. Van willen we deze Jaguar aannemen? Jaguar is toch wel een beetje een exotisch merk, waar we niet heel veel ervaring mee hebben. Dus voor ons was ook een beetje de vraag van, joh, wat zijn nou precies de klachten? Kun je het eens goed omschrijven? Dus we hadden een aantal mailtjes gehad van het bedrijf wat de auto bij ons aanbood. En zodoende gingen wij ook eens op zoek naar informatie, of wij de juiste informatie over die auto hebben. En of we dus ook wel tools hebben om met deze auto goed te kunnen communiceren, om te kijken of we deze klacht dan konden gaan oplossen. Dus eerst maar eens eventjes het mailcontact wat we erover hebben gehad. Nou ja, we hebben 2 mailtjes daarover gehad. Daarin werd de klacht eigenlijk duidelijk uitgelegd. Allerlei storingsmeldingen in het display. Als de auto dan stil wordt gezet bij een stoplicht, rotonde, kruispunt, noem het maar op. Ja, wordt de handrem erop gezet en die gaat er niet meer af. Eens om hier om die handrem eraf te krijgen, was contact uit te zetten, alles neutraal zetten, handrem eraf. En dan konden we weer verder rijden. Ja, geen prettige situatie natuurlijk, want als je op een rotonde staat, dan zit je daar niet op te wachten dat de mensen achter je niet verder kunnen rijden, omdat jij daar op zijn parkeerrem staat. Nou, het mailcontact was duidelijk en wij gingen dus eens op zoek naar de informatie van deze auto. Als eerste hebben we AllData geraadpleegd. Daar kun je dan de motor selecteren. Als je dan doorgaat naar de volgende pagina, dan zien we dat er geen informatie voor is. Dan moet je een special request aanvragen en dan kunnen ze je de informatie geven die hun voor handen hebben. Ja, geen ideale situatie natuurlijk. Want het liefst hebben we die informatie zo snel mogelijk en direct voorhanden en niet een dag later. Onze volgende bron was Autodata. Daar hebben wij ook een licentie bij. En zoals we kunnen zien hebben we bij Autodata alleen maar een schema van het motormanagement. Ja, niet echt wat wij nodig hadden voor deze auto. Want ja, hier zat echt een probleem in met de hele drijftrain. Als we straks zien hoeveel lampjes er allemaal aangaan, dan kun je ook echt wel zien dat het... te maken heeft met een drijftrainprobleem. Er is een vraag of we het beeld met de info groter kunnen zetten. Dus ja, dan halen we eventjes... Dus dan halen we even de video weg. Dan halen we onszelf weg. Ja. Oh, deze moet ik hebben. Waar zijn we erbij? Deze. Ja, zo zou het beeld groter moeten zijn. Ja. Voor ons ook prettig. We hoeven niet heel te naar onszelf te kijken. Hè? Beter zo met die weg. Ja, goed zo. Top. En Autodata had dus ook niet de schema's die we wilden hebben. Hela HGS-data. Nou ja, bovenin staan dan de schema's. Die zien we dat die grijs gekleurd zijn. Dus ook HGS kon ons niet van de juiste informatie voorzien wat betreft schema's. Ja, ik hoop dat het geluid goed blijft, want het begint hier aardig hard te regenen. En het slaat aardig op de ramen neer. Maar ik hoop dat alles goed blijft gaan. Wat rest ons dan, hè? Dan hebben we Topics, het online platform van Land Rover Jaguar. Daar hebben wij uiteraard ook gewoon een inlog voor. Alleen daar moet je gaan betalen. Creditcard erbij en geld overmaken naar hun. En dan heb je toegang tot één chassisnummer. Maar wel alle informatie die je nodig hebt. Dus ja, we hadden de informatie, konden we krijgen om deze storing aan te pakken. En dan hebben we ook nog tools nodig, want we willen ook nog kunnen de auto kunnen uitlezen. Meetwaardes kijken, welke foutcodes er staan in. Nou, in ons geval hebben we de Autel
voor deze auto voorhanden. En we hadden ook de autologic liggen. Dus eigenlijk twee testkasten om de auto mee te diagnosticeren. Er is één iemand die zegt dat hij een zwart vlak heeft, maar wij hebben gewoon een goed beeld op onze tweede computer waar we het webinar op volgen. Ja, ik weet niet of iedereen het hoorde, maar er is één iemand die klaagt over een zwart vlak. Misschien dat je hem eventjes je browser even opnieuw moet opstarten. Want ik hoor voor de rest geen andere klachten. Guido geeft aan dat je pass-through kan gebruiken. Ja, uiteraard. Pass-through kan je ook gebruiken voor Jaguar. Alleen, dat kost weer behoorlijk geld. En als we het met onze eigen tools af kunnen, is dat een beter alternatief. Ja, dan willen wij natuurlijk die klachten zelf ervaren. Want ja, als we aan de hand van de foutcodes, hè, hier hebben we de foutcodes een aantal van in beeld. En eentje die er heel erg uitspringt is eigenlijk de foutcode B14 Bernard Charlie 11. Dat geeft eigenlijk aan dat er een probleem is in ontstekingscircuit C. Nou, de foutcodes waren ook al uitgelezen door de dealer, want deze auto die heeft al een rijke historie bij de dealer. Hij had verlengde garantie in eerste instantie. Dat is allemaal toen de tijd opgelost. Alleen toen de auto terugkwam voor dit probleem was de garantie verlopen. En de dealer die heeft de foutcodes uitgelezen. En aan de hand van deze foutcode, die B14BC, en wilde de dealer eigenlijk de body control module gaan vervangen. Ja, als we kijken bij een Ford, en dan hebben we al snel dat zo'n boordcomputer zo om de bij de 1000 euro kost. Kun je nagaan dat dat een gokje is met andermans geld. Dat is iets wat je niet wil, hè. Dat is eigenlijk een soort dartpijldiagnose. We gooien een pijltje op het dartbord en daar komt dan een onderdeel uit die we willen gaan vervangen. Er kwam net een vraag tussendoor. Van ja. Carlo. Die vraagt of je met Autologic nou hetzelfde kunt als met die dealer. Pass-through apparatuur. Nee, in dit geval niet. Want je zal ook zien dat in mijn verdere diagnose dat ik eigenlijk voornamelijk de Autel heb gebruikt. En dat Autologic die had bij heel veel modules niet eens meetwaardes beschikbaar. Dus het is zeker niet zo dat je met de Autologic hetzelfde kon op de Jaguar als met pass-through. Dus. En dan is er nog een vraag, of tenminste een opmerking komt er. Ja, Guido geeft het al aan, hè. Wordt toch vaak gedaan, zo bij de dealers, onderdelen vervangen. Ja, ik zal straks nog eventjes het verhaal uitleggen over hoe die auto in eerste instantie onder verlengde garantie bij de dealer terecht was gekomen. Het is niet alleen een verhaal van dealers hoor. Ik ga niet zeggen dat alle dealers zo zijn dat die zomaar allerlei onderdelen vervangen. Als universele kunnen we er ook wel eens wat van hoor. Want ik krijg ook van universele bedrijven soms hele facturen en rekeningen van wat er ondertussen al is vervangen. Ja, wij zijn gewoon van mening geen dartpijldiagnose, maar gewoon meten is weten. En gokken is dokken, zoals we zo vaak zeggen hè. Dus ja, wij willen zelf die klacht ervaren. We krijgen vaker die vraag van, joh ja, als ik dan langskom, dan staan de foutcodes erin. Dan weet je toch wat er aan de hand is. Of aan de hand van die foutcodes, dan weet je toch voldoende. Nou, in dit voorbeeld kunnen we heel duidelijk aangeven dat dus gewoon niet gaat werken. Natuurlijk, als je een keer een foutcode hebt, die heb je al zoveel keer gehad, dan zou je daar op uit kunnen gaan. Dat je denkt, dat heb ik in het verleden zo vaak meegemaakt. Dat was elke keer dat en dat onderdeel. Tuurlijk, dan kun je een gok wagen daarop. Maar in dit geval kwam die klacht niet bij ons gelijk naar voren. Ik heb met die auto gereden. Ik had eerst alle foutcodes uitgeprint, opgeslagen, gewist. En ik ben gaan rijden met die auto om te kijken van, joh, wat gebeurt er nou? En welke foutcodes komen terug? Ik heb een rondje gereden, maar de fouten kwamen niet terug. Die volgende dag hadden we een chauffeur. Die moest toch een aantal onderdelen voor ons ophalen. En we hadden natuurlijk uiteraard overleg gehad met het autobedrijf of we die auto mochten gebruiken voor woon-werkverkeer of andere ritjes. Zodat we goed konden kijken, wat gebeurt er nou met die, tijdens het rijden met die klacht. Mijn collega heeft toen onderdelen opgehaald. Hij belde me later op, van, ja, er branden nu allerlei lampjes en ik krijg allerlei meldingen in het display. En ik ben bang dat hij straks, als ik moet stoppen, dat hij dus op de handrem gaat. Ik zei, nou, geen paniek, contact uitzetten. Kan je hem van de handrem afhalen, contact weer aan en dan kun je weer verder rijden. Toen bij terugkomst heb ik uiteraard weer alle foutcodes uitgelezen. En er stonden weer een heleboel foutcodes in. Ja, en met die foutcodes kun je er niet zoveel. Je weet welke richting je op moet gaan. Maar
ik wilde toch gewoon zelf ervaren wat er gebeurde tijdens het proefrijden met die auto. Hoe reageert die auto erop? Merk je er iets aan dat al die controlelampjes aangaan? Zijn er modules die wel aanwezig zijn, niet aanwezig zijn? Dus in dit geval is het gewoon echt een kwestie van zelf proefrijden en zelf ervaren. En niet alleen maar uitgaan van foutcodes. Nou, hier hebben we eigenlijk de klacht helemaal in beeld gebracht. We gaan even een filmpje starten. Dan zal ik even uitleggen wat er nou precies gebeurt. Ik ben hier zelf gaan rijden met de auto. Daar is hij. Nou, we zien nu DSC niet beschikbaar. Rij voorzichtig. AEB niet beschikbaar. Naderingsalarm niet beschikbaar. Echt allerlei meldingen. Alleen tweewielaandrijving, tractie, DSC. Nou, alle lampjes gaan aan. Hè. We zien ook dat airbaglampje aangaat. Het remcontrolelampje is aan. Nou, we zijn rustig aan het proefrijden op een weggetje. Wat rijden we? 20, 30 km per uur. Nou ja, nu staan we stil en we zien het rode lampje boven het scherm aangaan. Dat de handrem erop staat. Nou, uiteraard natuurlijk proberen van, joh, kan ik die handrem eraf krijgen? Nou, ik kan doen wat ik wil, maar de handrem gaat er echt niet af. We blijven ook bovenin rechts zien dat het parkeerrem er gewoon op staat. Alle meldingen blijven nog steeds doorgaan. De enige oplossing op dat moment is contact uitzetten. Contact weer aanzetten. Dan zien we nog steeds het rode lampje van de handrem branden. En als we nu de knop op het middendosbij gaan bedienen, dan zien we ook dat de handrem er echt afgaat. En nu kunnen we weer verder rijden. Storing opgelost. Totdat de volgende lampjes weer aangaan. En hij weer opnieuw op de handrem springt als we de auto stilzetten. We gaan even het filmpje een keer opnieuw doen. Want een aantal mensen hebben schijnbaar problemen met de verbinding gehad. Oké. Okay. Dus we doen het filmpje gewoon even een keer opnieuw. Zodat iedereen het goed kan bekijken. Nou, we gaan het filmpje nog een keertje laten zien voor de mensen die net even verbindingsproblemen hadden. Blijkbaar werkt het beste in Chrome. Wij gebruiken overigens ook Chrome hier als webbrowser. En we hebben aan onze kant, kijken wij het webinar mee. We zitten ook als deelnemer in de webinar. Dat ben ik dus, hè, deze, Iwan. En wij hebben ook geen problemen, maar we doen het filmpje een keer opnieuw. Iedereen er klaar voor? Ja, we gaan. Nou, wat we zien, hè, we zijn aan het rijden. We rijden hier 80 km per uur en we krijgen allerlei meldingen. Hè. Naderingsalarm, alleen tweewielaandrijving, tractie verminderd, DSC niet beschikbaar, rij voorzichtig, AEB niet beschikbaar. Boven in het display zien we ook gele remcontrolelampje branden. We zien ESP branden. We zien het airbaglampje branden. En we krijgen allerlei meldingen. Nou ja, op dit moment zijn we stil gaan staan. En we zagen rechtsbovenin dat het handremlampje erop was gegaan. Op dit moment probeer ik de handrem eraf te halen. En ja, je moet het knopje indrukken en niet omhoog trekken. En het handremlampje blijft gewoon aan. Hè. We kunnen gewoon niet verder wegrijden. Die auto staat echt stil. Want die handrem die werkt heel goed op deze auto. De enige manier om die handrem eraf te krijgen is contact uit. Dat doen we nu. Contact aanzetten. De handrem staat er nog steeds op. We zien het rode lampje nog steeds branden. Voor de rest zijn alle meldingen weg. Als we nu de handrem bedienen, knopje indrukken, dan zien we dat het handremlampje uit is en we kunnen weer verder gaan rijden. Ja, in zijn D en we kunnen weer rijden. Ja, afwachten. Hoe lang duurt het weer, hè, voordat de klacht terugkomt? De ene keer was het binnen 100 meter al terug. Een andere keer was het gewoon na een x-aantal kilometers weer terug. Carlo die geeft aan, van als ik dit zo zie, dan denk ik aan een CAN-bus probleem. Ja, ik zie het, Carlo. CAN-bus probleem, zeker. Dat was ook een van de eerste dingen waar wij aan dachten. Hè? Dat er ergens in het netwerk iets misging, waardoor er dus verschillende modules niet met elkaar konden communiceren. Iskander heeft geen beeld, geen geluid. Ja, Iskander, ververs even je... Nou, dat hoort hij natuurlijk niet. Theo geeft aan, heeft de auto schade gehad? Nee, de auto heeft geen schade gehad. Hij heeft wel een rijke historie van vorige reparaties. Er is een reparatie... er is een probleem geweest met een trilling in de aandrijflijn, waardoor die bij de dealer is geweest. Dus massaklacht wordt er ook al aangegeven. Ja, zeker, zou ook een probleem kunnen zijn als een van de modules geen massa krijgt.
kunnen die modules ook niet communiceren, krijgen we dit probleem ook uiteraard. We gaan verder kijken. Zelf ervaren of afgaan op aanwezige foutcodes. Hè, dat is wat de dealer heeft gedaan. En die heeft foutcode gezien, die wilde de BCM vervangen. Dus wij zijn eigenlijk gaan proefrijden en de storing zelf gaan analyseren. Tijdens het proefrijden nemen wij diverse meetapparatuur mee. De ene keer is dat een scope, de andere keer is dat een diagnoseapparaat. Dat kan eigenlijk van alles zijn. In dit geval had ik de testkast meegenomen om de foutcodes eens uit te lezen. Als eerste heb ik een scan gemaakt, die zien we rechts, van alle foutcodes die aanwezig waren en welke modules er allemaal communiceerden op het moment dat er geen klachten waren. En dat is de linker. In het rechter beeldscherm, ik zal hem even iets dichterbij halen, dat legt het rechter screenshot, het uitprint is eigenlijk van op het moment dat de klacht aanwezig is. Dus ik ben daar aan het rijden, alle controlelampjes zijn aan het aan- en uitgaan. En als ik nu stop, dan staat de handrem erop. Nou, wat mij opviel, is toen ik de auto uitlas bij mij in de werkplaats, stonden er 25 modules waar ik mee kon communiceren. En tijdens het rijden, terwijl alle klachten aanwezig waren, waren er maar 24 modules aanwezig. Dus in dit geval missen we dus een module die op dat moment niet communiceert. We hebben eventjes het hele lijstje naast elkaar gelegd en het was eventjes zoeken, maar uiteindelijk kwam je uit op de TCCM. Dat is eigenlijk de vierwieldrijf van deze auto, die communiceerde niet op het moment dat de klacht aanwezig was. Als ik nu het contact uitzette en weer aanzette, was er gewoon weer gelijk communicatie met de TCCM aanwezig. Dus ja, weer een bewijs dat het geen zin heeft om uit te gaan van foutcodes die bij jou in de werkplaats binnenkomen en niet zelf te onderzoeken. Want we zien namelijk in ons linker uitdraaitje dat de TCCM gewoon in het lijstje ertussen staat en zelfs nul fouten heeft. Terwijl als de klacht aanwezig is, is de TCCM weg. Er is er gewoon geen communicatie mee. Dus, er worden allerlei oplossingen ondertussen in de chat opgevoerd. Maar goed, we nemen jullie mee in onze denkwijze. Dus luister eventjes naar ons verhaal. Ja. En dan worden jullie zo meteen verblijd met de oplossing. Kijk, Wim die reed elkaar aan. Die ene module is de boosdoener. Ja, dat zou kunnen, hè. Dat daar dus een probleem in zit, dat die module, dat daar wat mis mee is. Zelf ervaren, dus ja, wat gaan we dan doen? Hè? We gaan rijden met die auto en ik wil dan wel eens kijken in meetwaardes, van joh, krijgt die module wel voeding? Kan ik gewoon blijven communiceren met die module als ik daarin zit en de meetwaardes bekijken? Want ik wil weten of die module zijn voeding houdt. Nou ja, wat je kan zien in de autoscherm, is op het moment dat de klacht aanwezig is, is er gewoon geen communicatie meer met de voertuigcomputer. Op dat moment hadden we de TCCM geselecteerd. Ik had daar mijn meetwaarde in beeld gepakt van de voedingsspanning. Ik kon ook zelfs nog een meetwaarde van de plus 15 erbij pakken. Maar ja, op het moment dat alle lampjes aangingen, was gewoon mijn hele communicatie met die module weg. Nou, weer terug naar de werkplaats. We hebben best wel wat gereden met die auto. En dan gaan we in onze werkplaats een meting voorbereiden. En dan gaan we op die module zelf meten. We gaan de scope aansluiten om te kijken of die module wel gewoon voeding en massa heeft. En of die een geschakelde voeding heeft. Wat doen de canvasdraden bij die module? Want het zou kunnen zijn dat de voeding wegvalt. Zou kunnen, maar het kan ook zijn dat er ergens een communicatieprobleem is, waardoor er niet meer gecommuniceerd kan worden met die ene module. Danny vraagt van, joh, verwezen andere modules niet naar de TCM? Nee, eigenlijk als we in de foutcodelijst kijken, dan moeten we denken een aantal shell lights terug. Even kijken. Kijk, hier zien we wel een aantal foutcodes. Dat er een probleem is in de hoge snelheidscambus. Ja, dat klopt. Alleen, jouw testkast geeft niet aan van, joh, er is één module die niet communiceert. Het is niet dat alle modules zeggen van, joh, de TCCM heeft geen antwoord gegeven. Er is op het netwerk een probleem. Er zijn een aantal modules die missen informatie. Alleen er wordt niet verwezen naar wat dat is, helaas. Het zou wel heel makkelijk zijn als dat gelijk werd aangegeven in de foutcodes. We gaan onze meting voorbereiden. Hebben jullie dan een systeemscan gemaakt tijdens de storing? Was de storing daar lang genoeg voor aanwezig, vraagt Niels. Ja.
zolang ik al die foutmeldingen in het display aanwezig waren, was de fout aanwezig. Ik kon ook gewoon stil gaan staan, geen probleem, met de handrem erop gezet. Op dat moment kon ik nog steeds mijn voertuigscan maken en kon ik gewoon zien dat de TCCM niet communiceerde. Eenmaal het contact uit en weer aan en de TCCM communiceerde weer. Dus we konden gewoon keurig een mooie scan maken tijdens het rijden. Dat is zeker fijn, dat klopt. Dat is ook fijn. Maar daarom doe ik ook mijn test tijdens het rijden. In plaats van daarna terugkomen in de werkplaats en de foutcodes uitlezen. En om onze meting voor te bereiden hebben we dus informatie nodig. Hoe is dat schema nou opgebouwd? Nou, we zien hier het schema uit Topics, het originele schema van de Jaguar. En we wilden de voeding en de massa's op de TCM gaan controleren. We hebben het schema eventjes uitvergroot voor jullie. Rechts in het beeldscherm zien we de BCM. En hier zien we de plus 15. De massa en de TCM. Nou, dan gaan we meten dus, hè, op onze voeding naar die module. En op onze massa. En we gaan kijken wat gebeurt daarmee. Dus de auto werd op de brug gezet. En hier hebben we nog eventjes een fotootje van hoe dan die stekker eruit ziet. Hier zit de stekker op de TCCM. Dit is onze TCM module. Die zit achter op de versnellingsbak. Hier zit de automaat. Dit is de TCM module. De stekker waar we op moesten gaan meten. We hebben hier nog een stekker die naar het motortje, naar het pompje toe gaat. Dit is eigenlijk de rijrichting van de auto, hè? We zien hier de aandrijf vast naar de achterwielen toe. De bak en hiervoor zou de motor zitten. Ja, Guido geeft aan dat het gek is dat er geen foutcodes in de TCM zijn. Oh, jullie zien de cursor niet. Oké, ja, sorry. Nou ja, het is duidelijk in het beeld. De onderste stekker is eigenlijk de stekker waar we op moeten gaan meten. Die in het paars gekleurd is. Die stekker die daarboven zit is de stekker die naar het pompje toe gaat. We zien de TCCM aangegeven door ons en de rijrichting is naar voren toe. Dus die as die je eigenlijk aan de rechterkant van het plaatje ziet, is eigenlijk de aandrijfas die naar achteren toe gaat. Dus naar de achterwielen toe. Dat de TCCM geen foutcodes geeft, dat zou heel goed kunnen, hè? Want als de TCCM uitgaat, waarom zou die op dat moment foutcodes opslaan? Als de hele module nu uit is, dat is hetzelfde als je contact uitzet. Die module is gewoon in rust, die gaat geen foutcodes meer opslaan. Dus op zich niet heel verkeerd dat die TCCM geen foutcodes opslaat. Ja, auto op de brug en meten was onze intentie. Ja, als we het hier zien in het gele cirkeltje, dan zien we eigenlijk dat kabelboompje, hè, wat we hier bovenlangs zagen lopen bij het vorige plaatje, die paarse kabelboom die bovenlangs loopt, die zien we daar eigenlijk, als we nog iets dichterbij kijken, tegen de aandrijfas aankomen. Als we in ons schema kijken, gaan we even terug, dan zien we dat op onze voedingsdraad, die Ignition Plus 15, dat het oranje-groen draadje is. Ja, als we toch eens kijken, hebben we hier heel keurig in beeld het oranje-groene draadje. Dit oranje-groene draadje maakt dus gewoon kortsluiting met de aandrijfas. Dat is voor de BCM voldoende om die voeding eraf te gooien. Dat is de foutcode die ook gezet wordt, hè? B14BC, kortsluiting in voedingscircuit. Dit is de reden waarom de plus afgezet wordt en de TCCM niet meer communiceert. Nou, we hebben dit kabelboompje natuurlijk netjes opengemaakt, draadje netjes hersteld, weer helemaal netjes ingetaped allemaal en vastgezet. Worden er vanuit andere nodes geen data gevraagd aan de TCM, vraagt Jan? Jazeker, dat denk ik wel, want daarom krijgen we ook al die meldingen in het display te zien. Hè? Alle andere modules die geven informatie van, hey, er is iets aan de hand, ik ga mijn waarschuwingslampje aansturen. Daarom had je ook al die foutcodes van missende informatie. Ja, kijk, alle modules, of een x-aantal modules, die gaven gewoon aan van, joh, ik mis informatie. Ja, het zou heel mooi zijn. Kijk, ik weet niet of de originele testkast misschien wel zou aangeven, joh, ik mis informatie van de TCCM. Ik denk het zelf niet, want dan had de dealer denk ik ook wel een conclusie kunnen trekken van, joh, de TCCM geeft geen informatie. Dus ik weet niet precies wat een dealer uit zou kunnen lezen, maar in onze schema's zien we heel duidelijk, of in onze uitdraai zien we heel duidelijk dat er gewoon, ja, mis om de informatie.
dit is niet altijd een module die stuk is, hè? Dat zien we heel vaak. We krijgen heel vaak auto's binnen van ja, er is iets aan de hand met de Cambus. Cambus signalen zijn niet goed. Als de ABS geen voertuigsnelheid op de Cambus zet, dan zal het instrumentenpaneel zeggen van joh, ik mis informatie. Hij zegt niet van joh, ik mis informatie van de ABS, ik mis informatie op de databus. En dat geldt eigenlijk voor hetzelfde voor de radio. Hè? Voor de radio moet wat harder gaan spelen op het moment dat we harder gaan rijden. Die gaat ook aangeven van joh, ik mis informatie van de module. Even kijken, er wordt gezegd waar de draad door beschadigd is. De voedingsdraad, ja, zeker de voedingsdraad, Carlo. Ik ga het je zo uitleggen waardoor die draad beschadigd is. Hij loopt aan tegen de aandrijfas. Dus één keer sluiting is geen voeding vanuit de BCM meer tot een reset begint opnieuw. Ja, Huub, dat heb je helemaal goed. Dat gebeurt. De BCM ziet een spanningspiek. Dat kan de BCM meten. Die ziet dat het stroom omhoog schiet. En die zegt gewoon, hey, joh, beveiliging. Ik gooi de voeding daar af. Hoe is het nou ontstaan? Ja, ik geef het al eventjes aan. Ik zei het in het begin. In de grootste periode van de auto zijn er vanwege trimmingsproblemen in de aandrijflijn voor een dikke 12.000 euro aan gerepareerd. De dealer kreeg het probleem niet opgelost. Hè? Trilling in de aandrijflijn. En de dealer kreeg het probleem niet opgelost. De importeur heeft toen besloten om daar een donorvoertuig neer te zetten. En vanaf dat donorvoertuig zijn ze allerlei onderdelen gaan overzetten. Ze zijn aandrijfas over gaan zetten, ze zijn stuurklom over gaan zetten, ze zijn versnellingsbak over gaan zetten. Ja, en wat mijn conclusie is dat er door het sleutelen, dat kabelboompje ligt in een kabelgootje. En daar zitten twee drukketjes zitten daaraan. En die worden eigenlijk in twee oogjes van de versnellingsbak gedrukt. En een van die drukketjes was eigenlijk afgebroken, waardoor het kabelgootje eigenlijk een beetje los bovenop lag. Wat uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat de voedingsdraad sluiting maakte met de aandrijfas. De varende modules krijgen dan toch geen bevestiging van het bericht of het aangekomen is en geven geen foutcode op de TCM. Nou ja, wat ik al zeg, wij hebben geen foutcodes die wijzen naar een TCM. We hebben alleen maar foutcodes. Dat er iets mis is in het Cambus-signaal. Ook de ogen zijn een diagnosetool, sorry. Deze vraag, hoe wij de kosten communiceren? Ja, hoe wij de kosten communiceren naar de klant? Heel open en duidelijk. Wij hebben continu contact met de opdrachtgever. De ene keer is dat een particulier, de andere keer is dat een autobedrijf. En we houden die continu op de hoogte. Vaak spreken we ook een bedrag vooraf af. Van joh, we mogen diagnose stellen tot dat en dat bedrag. En als dat bedrag die tijd erop zit. En gaan we overleggen met die klant. Vaak spreken we een basisdiagnose af. Op onze website kun je heel goed vinden wat de basisdiagnose voor ons inhoudt. Die basisdiagnose kan inhouden dat we het probleem hebben gevonden. Maar het zou ook kunnen zijn dat we een richting van het probleem hebben gevonden. En dat we van daaruit verder moeten gaan zoeken. Dan is het aan de klant of de opdrachtgever of we dan verder mogen. Hè. Mogen we meer tijd of wel meer geld besteden aan de auto? Of is de klant tevreden met dit probleem? Ik heb van de week een BMW GT. Nou, daar hebben we het probleem van gelokaliseerd. En het bedrijf gaat zelf het probleem oplossen door het onderdeel te vervangen. Er zitten nog twee interessante vragen tussen. Ja. Eén vraag is of de storing makkelijk te reproduceren was. En er is een vraag over hoe lang het nu duurde, deze diagnose. En eigenlijk hangen die aan elkaar vast. Want het reproduceren was ontzettend lastig om de storing erin te krijgen. Want op een gegeven moment hadden we het filmpje gemaakt. Ja. En toen wilden we eigenlijk. Toen hadden we dus geconstateerd dat die TCCM niet communiceerde. En toen wilden we het een aantal keren repeteren, omdat je dan veel meer. En ja, meer gevoel bij zo'n storing krijgt. Alleen daarna kregen we het er niet meer in, het probleem. Nee. Weet je, dus dan loop je. En in zo'n storing. Iwan heeft dat niet benoemd tijdens de presentatie. Maar je zoekt altijd naar een doorbraakmomentje. En het moment dat hij zag op die twee diagnosescans dat die TCCM in de ene situatie niet communiceerde. Dat was ons doorbraakmomentje. Want toen wisten we, oké, we moeten metingen gaan doen. Voeding, massa,
canvas communicatie, eventueel een voeding die die ECU uitstuurt naar een pomp of zo die plat valt. En daardoor ging die auto op de brug, omdat we die meting moesten voorbereiden. En ja, Iwan zei het al, de auto staat op de brug en je ziet die beschadiging aan de kabelboom. Ja, ja, er zit in deze auto zit er gewoon meer tijd in het proefrijden met de auto. Omdat het probleem was niet continu aanwezig. Ik gaf het in het begin ook al aan, van, ik had al gereden met die auto, maar mij kwam het probleem niet voor. Dus ik had mijn collega met die auto laten rijden. He, dat scheelt mijn tijd. Hij moet toch al even onderdelen ophalen. Dus dat kost geen extra tijd, waardoor de factuur dus lager blijft. Dat doen wij ook heel vaak. Ik rij gemiddeld wel 1 of 2 of 3 keer in de week rij ik met een klantenauto voor woon-werkverkeer. Met een af en toe probleem. Als ik op de dag een half uur aan het rijden ben en het probleem is niet voorgekomen, ja, moet ik een half uur tijd schrijven naar de klant. Als ik s'avonds naar huis toe rijd en ik rijd daar een half uur naar huis toe en er is in die tijd niks gebeurd, dan kost dat voor de klant helemaal niks. Het kost hem alleen brandstof en het kost hem dan gebruikslijtage van de auto. Hoe kan het dat de handrem erop ging? En die hangt eigenlijk samen met die vragen voor. Van joh, hoe kan het nou dat er meerdere controlelampjes gaan van branden? En dat is allemaal het gevolg van al die foutcodes die ontstaan. Missende informatie. Ja. Dus die systemen gaan allemaal meteen meldingen geven en op het moment dat de voertuigsnelheid 0 wordt, dan zou het een veiligheidsfunctie kunnen zijn dat het voertuig de elektrische parkeerrem activeert, zodat hij niet weg kan rollen. Ja. Maar ja, wij hebben ook die softwareregeltjes niet bedacht, nee. die hier allemaal van invloed op zijn. Kijk, de fabrikant heeft daar iets op bedacht van, joh, als er iets gebeurt in die auto, waardoor er een x-aantal modules op de powertrain klachten hebben, informatie missen. Ja, en dan gaan we gewoon bij de eerstvolgende keer gaan we de handrem erop zetten, zodat die klant die auto wel uit moet zetten. En dan maar eens opnieuw opstarten. Dus ja, wat heeft de programmeur bedacht? Dat zegt Mari ook al. Ik heb het niet bedacht, dat hebben hun bedacht. We hadden het nog even over tijd, hè, wat ik zei. De meeste tijd zit hier zo in het proefrijden en het ontdekken van wanneer treedt de klacht op. En wat gebeurt er nou daadwerkelijk op dat moment? En daar gaat het om. Hè? In dit geval zien we ook, we hebben daar eigenlijk niet eens gemeten. Want voordat we onze meetapparatuur wilden aansluiten om daadwerkelijk die voeding te gaan meten, hadden we het probleem al gelokaliseerd. Maar dat komt door het vooronderzoek, door het zelf ervaren wat er nou gebeurt. En soms kost dat gewoon tijd om echt gewoon die klacht heel duidelijk in beeld te hebben. En dan ga je op zoek naar van, joh, hoe kan ik het probleem erin krijgen? En vaak als je eenmaal weet van, hoe krijg ik het probleem erin? Dan kun je hem sneller erin vinden, weet je precies wat er gebeurt. Een tijdje geleden met de Peugeot gehad, ik hoefde half gas te geven en ik kreeg een brandstofdrukprobleem. Vol gas geven was er geen brandstofdrukprobleem. En voordat je achter die dingen bent, gaat er gewoon tijd verloren. Alleen het is wel belangrijk om je diagnose, om je storing goed in beeld te brengen. Dus ja, in dit geval een klein foutje. Hè? Ik zag iemand anders. Drukketjes. Ja, drukketjes werd er gezet. Ja, een drukketje weg. Ja, een klein foutje. Hè? En dit soort grote gevolgen. Probleem opgelost. Kabelboompje gerepareerd en klaar. Dan gaan we naar de Passat van Frank. Ja, we gaan met de volgende verder. Dit is de tweede. Zoals in de inleiding aangegeven, die Passat, die eigenaar, de kerstverse eigenaar van een Passat 2007 met keyless sleutelsysteem, die had een sleutel die werkte en hij had een sleutel die niet werkte. En hij wilde die sleutel die niet werkte, wilde die laten programmeren. Op het moment dat die auto bij ons aangeboden wordt in de werkplaats, dan beginnen wij meteen al een interview te doen eigenlijk met die aanbieder. Dat was in dit geval een autobedrijf. En we vragen van, joh, wat is er gebeurd? Vertel ons, wat was de historie van deze auto bij deze storing? Nou, er wordt ons verteld, in dit geval, er zijn inleerpogingen gedaan van de sleutels door verschillende bedrijven. Oké, genoteerd. De transponder leespoel is vernieuwd. He, dus de antenne, weet je wel, die het signaal van de transponder moet oppikken. Dat ding zit meestal rond het contactslot, is vervangen.
En het comfortregelapparaat, dat zit bij zo'n Passat onder het handschoenkastje, is ook vervangen. En het comfortregelapparaat is bij een Passat 3C model de startblokkeringsregeleenheid. Oké, dus dan, weet je, dan worden wij ook al een beetje wiebelig van, oh, oké, dus er zit hier ook al een nieuwe startblokkering in. Is die wel goed ingeleerd? Weet je, er komen allerlei vragen meteen in je op. Eventjes voor jullie, want ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar, bij onze andere auto was iedereen super enthousiast om hem aan te nemen. Ik wil eigenlijk even weten of jullie die Passat ook gaan aannemen. En dan moet ik even kijken of ik die vraag aan jullie kan stellen. Ik ben even aan het kloten, excuses. Oh, ja, daar gaan we. Kijk, komt die aan. De Passat. Wie neemt hem aan? Jullie kunnen weer stemmen. Kijk. De verhoudingen liggen nou toch al even een stukje... Oh, nee, wacht, er gebeurt weer van alles. Druk even op je... Maak even je keuze, dan kunnen we zo meteen de poll afsluiten. Heeft iedereen gestemd? De verhouding is nu 53% neemt hem aan en 47% stuurt hem weg. 50-50 zitten we nu. Oké, dus nu wordt het 52% stuurt hem weg en 48% pakt hem nog steeds aan. Maar weet dat je hier speciale equipment voor nodig hebt om de sleutels te kunnen inleren. Arjen die vraagt of er een andere voorruit in zit. In de Passat. Zo te zien wel, want er zit op de foto ligt tape. Dus het lijkt net of de voorruit net erin gelijmd is. Oh ja. Ja, dus waarschijnlijk hebben ze er ook nog een nieuw voorruitje in geplakt. Maar ja, daar kwam die niet voor bij ons. Oké, de poll is 41% stuurt hem weg. En 51% stuurt hem weg. En 49% zou hem aannemen. Nou. Wordt gevraagd of onder speciaal equipment ook Jiveline wordt... Ja, dat kan ook, ja, dat werkt ook. Er is een inleerpoging, dat meen ik, gedaan bij Jiveline. Als ik het zelfs goed heb, is die comfortmodule zelfs via remote diagnose ingeleerd. Nou, goed. De auto kwam dus bij ons binnen, verschillende inleerpogingen gedaan... transponder leesproef vernieuwd, comfortregelapparaat vernieuwd en er lagen drie sleutels bij toen die bij ons kwam, terwijl het originele verhaal is dat hij met twee sleutels aangekocht is waar er wel één van werkt, maar hij werd met drie sleutels bij ons aangeleverd. Nou, Cor werkt bij de Volkswagen dealer, dus een super interessante storing voor jou, Cor. Je weet dat het startblokkeringssysteem van de Passat een behoorlijk vervelend ding is. Dat vinden veel mensen niet leuk om aan te werken. Maar goed, ik heb hem hier even voor je neergezet. Ik ga hem voor jullie uitdiepen hoe dat startblokkeringssysteem nu werkt. Ah, dat klopt. Ja. Jullie zien de muis niet. Nou, ik begin met het contactslot. En het contactslot is de component E415 in dit schema. Het staat links in het midden. En aan het contactslot, daar hoort ook een stuurslot. Hoort daar. Dat is component J764. Links onderin. Als je goed kijkt, dan zie je ook een ABS-regelapparaat. De J104. En dan denk je, wat de fuck, zeg maar, doet het ABS-regelapparaat in het startblokkeringsschema? Nou, deze auto heeft zo'n elektronische lengkoeksverregeling, oftewel zo'n elektrisch stuurslotje. En je wil zeker weten dat de auto stilstaat als het stuurslot geactiveerd wordt. Dus de ABS zet de voertuigsnelheid op de bus. En op het moment dat de voertuigsnelheid 0 is, dan pas mag het stuurslot erop of eraf. Oké, goed. Naast de ABS-computer zien we de motorcomputer. Nou ja, de motorcomputer, dat is logisch, hè, onderdeel van de startblokkering. Wel of niet inspuiting en ontsteking beginnen. In het midden
zien we de gateway. Dat is die component J533. En die gateway die is zeg maar de verbinding tussen de verschillende CAN-bus netwerken. Want je ziet hier ook met die kleurtjes, hè, je ziet rode lijntjes, gele lijntjes. En die gateway die zorgt er dus voor dat zeg maar bijvoorbeeld de voertuigsnelheid, hè, om een voorbeeldje te geven, die zet de ABS-computer op het netwerk. En de radio die wil bijvoorbeeld weten hoe hard dat het voertuig rijdt voor de Gala-functie, hè, dat het volume toeneemt terwijl je harder gaat rijden. Maar er zijn twee verschillende netwerken. De ABS zit in het chassis-netwerk en de radio zit in het infotainment-netwerk. Nou, de gateway die zorgt dat die berichten goed vertaald bij alle modules aankomen. Nou, er wordt gevraagd, zit er ook nog een LIN-verbinding in? Ja, heel vaak zo'n stuurslot, daar zit heel vaak een LIN-draadje aan. Nou, wat zien we nog meer? We zien daar eenmaal linksboven in de J527, dat is onze stuurkolomschakelaar. En het contactslot zit met de stuurkolomschakelaar verbonden. En de stuurkolomschakelaar die ontvangt eigenlijk het berichtje van het contactslot met daarin het transponder-ID. Dat zullen we dadelijk ook terugzien verderop in mijn presentatie. Verder heb je de J519, dat is de centrale elektronica. En de centrale elektronica die stuurt de J386. Dat is de deurmodule. Het staat een beetje getekend als een raammotor. Maar ja, de deurmodule die bedienen weer de deursloten. En dat is dat ding helemaal rechts bovenin. En dan heb ik nog één component, of eigenlijk twee componenten niet benoemd, namelijk die J393. Dat is die comfortmodule. Dat is dus de component die ze vervangen hadden. En in die comfortmodule, daar ruist ook eigenlijk de startblokkering in. En voor ingewijden in de Volkswagen-terminologie, dat is de module 25 of de module 05 als je een keyless auto hebt. In het midden zien we ook nog het instrumentenpaneel. Nou goed, dat instrumentenpaneel zit erin, want dat geeft allerlei waarschuwingen over of indicaties. Hè, de sleutel niet herkend of sleutel ingeleerd. Komen we daar ook allemaal nog tegen. Dus deze componenten zijn allemaal betrokken in het startblokkeringssysteem van de Passat 3C. Oké. Nou, het eerste wat we gedaan hebben, omdat er gezegd was van joh, die comfortmodule is vernieuwd. En in die comfortmodule daar huist eigenlijk de startblokkering in. Dus we wilden weten, van, is die comfortmodule correct ingeleerd op het voertuig? En dan kun je met meetwaarden, kun je dat controleren. En je ziet hier op het scherm, zie je op de foto, zie je dus een foto gemaakt van Otis. Dat is dus het originele Volkswagen diagnosesysteem. En dan zie je daar de pijltjes staan, hè, dat tekstballonnetje, status wegrijblokkering 6. En je moet dus weten dat 6 de correcte ingeleerde toestand is. Dat staat voor de rest nergens uitgelegd. En maar 6 staat voor, oké, de wegrijblokkering is correct ingeleerd. Als je verder kijkt, dan zie je ook dat het chassisnummer vermeld is in dit fotootje. En je ziet, geeft het motorregelapparaat antwoord? Is starten toegestaan? De sleutelstatus? Het aantal ingelezen sleutels wordt weergegeven. Maar wat je ook ziet, helemaal onderin, is de transponder-ID, het actuele transponder-ID. En dat begint met 91. En dat zegt ons dus direct, oké, de wegrijblokkering is goed ingeleerd. En die leespoel, die heeft de transponder-ID opgevangen. En dat is vertaald uiteindelijk via de stuurkolomschakelaar, is er uiteindelijk helemaal in die comfortmodule terechtgekomen. Dus we weten eigenlijk al heel dat stukje van dat netwerk is helemaal gewoon in orde. Ja, er wordt dus gevraagd van hoe kom je nou aan dit soort informatie? Die staan in SSP's, zelfstudieprogramma noemen ze dat. En die, ja, met wat goed zoekwerk kun je die gewoon vinden. En niet bij Gerrit Speek, want nee,
Je moet gewoon zelf even goed je best doen op het internet en dan kom je ze tegen. Goed. Nou, wat we ook controleren is of de juiste module is gemonteerd. Want oké, hij kan wel correct ingeleerd zijn, maar is het ook wel echt de juiste module? Dus wij gebruiken daar PartsLink 24 voor. De mensen uit het autobedrijf zullen allemaal bekend zijn met deze website. Op chassisnummer kun je daar zelf controleren welke onderdeelnummers in een auto thuis horen. Nou, we zien daar een VACCOM of een VCDS fotootje aan de linkerkant. Een geel kadertje om het hardwarenummer. En als je heel goed kijkt, ja, het beeld is klein, mijn excuses, maar de 3C0959799 Hendrik wordt ook opgegeven door PartsLink 24. Dus de juiste module is in het voertuig gemonteerd. Nou ja, we dachten, doe eens gek. Het is al 10 keer geprobeerd, maar laten we ook eens een poging doen om die sleutel te programmeren. Om gewoon, net als bij die Jaguar, zelf ervaren wat er gebeurt. Hè? Want ja, de klacht was dat die sleutels niet meer ingeleerd konden worden. Die auto is rijdend naar binnen gegaan. Want ja, de eigenaar had 1 sleutel die werkte, de andere werkte niet. Rijdend naar binnen gegaan en nooit meer naar buiten gekomen. Dus ja, wij gingen een sleutelprogrammeerpoging doen. We hebben daar allerlei verschillende toeltjes voor, dus we hebben het ook op verschillende manieren geprobeerd. Ja, het wilde niet werken. Dus dan moet je iets gaan ondernemen. Ik noemde net ook even in Iwan zijn verhaal. Wij zijn altijd op zoek naar een forceermoment, een doorbraakmomentje in een storing. Dan heb je eigenlijk een soort strohalm waar je jezelf weer aan vast kan klampen. Want ja, op een gegeven moment lopen we ook vast en dan denken, waar moeten we nu? Hoe komen we verder? Nou, en als je goed hebt opgelet, het ging hier om een keyless auto. Maar gek genoeg had die auto geen startknop. Dus wij hadden daar al een keer samen over gehad, van joh, waar is die startknop in die auto? Ja, weet ik ook niet. Ja, maar hij wordt gebracht als keyless auto en heeft geen startknop. Nou, dus even een keer een Google zoekopdracht en dan krijg je van die setjes aangeboden via allerlei websites. En dus ik heb een fotootje van het internet geplukt en daar zie je dat een Passat. De eerste zoekopdracht die we deden, Passat 3C Keyless, kregen we deze startknop. Ja, en dan weten we uit ervaring dat die ergens zo op de middenconsole, waar normaal je versnellingspook of zo zit, daar zou je bij zo'n Passat zou je die startknop verwachten. Ik had ze nog wel rondgegoogeld en filmpjes gevonden van mensen die zo'n auto keyless starten. Staan bakken vol Amerikaanse instructiefilmpjes hoe je zo'n auto moet starten, keyless. Ja, daar zat die startknop inderdaad op de middenconsole, maar bij onze auto zat die daar niet. Maar wat we ook hadden gezien is dat naast die startknop, en als je goed kijkt zie je het ook, daar zit een handremknopje. Maar ons handremknopje zat links. Ja, links op het dashboard. Als je goed nadenkt bij zo'n Passat kun je jezelf daar wel voor de geest halen. Ja, dus wat dachten we van ja, hoe zit dat nou? Ik heb even een filmpje voor jullie hoe die auto gestart werd. Dus ik ga mijn scherm delen. Komt die aan? Ja, kijk. Dit is eigenlijk het contactslot in die auto. En daar druk je dus de sleutel in. En dan druk je op de... Je drukt de sleutel erin en dan zo start je de auto. Iedereen kent wel die wijze van starten. Ik ga even terug naar de presentatie. Yes. Oké. Okay. Ja, onze auto die had dus die... dat contactslot waar de sleutel in die sleuf gestoken moest worden. En die startknop in de middenconsole konden we niet vinden. Dus we hebben het instructieboekje er eens bij gepakt. En in het instructieboekje gekeken.
Hoe dat eruit moet zien. En wat je dan ziet, als je goed kijkt op mijn plaatje, dan zie je dat er een soort loos knopje in dat contactslot hoort te zitten. En daar staat Cassie op. En toen we dit hadden gezien, toen zei ik tegen iemand, verrek ja, nu weet ik het weer. Want in de tijd dat die auto's nog, ja, weet je, bijna dagelijks in de werkplaats stonden, zo ergens van 2010, 2011, toen heb ik vaak genoeg op dit type startknop gedrukt. He, maar het is inmiddels 2020, he, dus je ziet ze niet dagelijks meer. Dus je moet het even weer opfrissen. Mark, die zegt van, Mark van der Heijden zegt, dit is zonder kielers. Nou, Mark, dat, jij raakt eigenlijk precies het probleem waar wij tegenaan liepen. Want wij zeiden dat ook tegen elkaar. Heeft deze auto kielers? We hebben op een gegeven moment via Parts.Link 24... de specificatielijst nagekeken. Heeft die auto echt wel kielers? Ja, hij is met kielers af fabriek gekomen. En dat was voor ons de trigger om dus te gaan zoeken op internet naar, oké, hoe ziet dat er dan uit? Weet je, de kielers start in zo'n auto. Nou, op internet kregen we het niet snel genoeg gevonden, want kwamen we telkens bij de facelift 3C Passat, die dus die startknop in de middenconsole heeft. En ja, goed, het instructieboekje bracht uiteindelijk de oplossing. Dat lag dus ook in de auto. Het is gewoon hetzelfde, hè? Ja. Een kielersauto of geen kielersauto. Ja, hebben we ook nagekeken in Parts.Link 24. Of daar een nummerverschil in het onderdeel zit van het contactslot. Maar die zijn hetzelfde. Het enige verschil is dat je dus zo'n houdertje kunt bestellen, een drukknopje kunt bestellen. Die je erin moet drukken. Een dummy sleutel eigenlijk, waar Cassie op staat. Oké. Nou, dus, en dit was eigenlijk ons doorbraakmomentje. Want ja, we wisten nu, oké, goed, die kielers, die werkt dus niet. En die man die heeft gewoon al die tijd met die andere sleutel gewoon in die sleuf gedaan. En is de auto eigenlijk op de noodfunctie gestart. Oké, nou, dus dan eens gaan kijken, oké, hoe zit het dan met die sleutelprogrammering? Waarom mislukt dat telkens? En je ziet hier twee schermpjes. Ene scherm is, het rechtse scherm is Otis. En in Otis, daar vind je heel af en toe wel eens wat uitleg over meetwaardes. En aan de linkerkant zie je een Autologic scherm. En dat zijn de meetwaarden van de startblokkering. En het gaat over die immobilizer status, in dit geval in groep 3. Dus dit is niet de immobilizer status die we aan het begin lieten zien, die op 6 moet staan, maar dit is de status van de wegrijbekering tijdens het inleren. En die geeft tijdens het inleren, zie je dat getalletje veranderen. Dat gaat op een gegeven moment naar 2, dat die dus begint met inleren. En dan op het moment dat die sleutel in het contactslot gedaan wordt om die sleutel te leren, springt die naar 3. Immobilizer Learning Malfunction. Oftewel een fout tijdens het inleren. Ja, dat was ook heel de klacht. He, dat was de klacht. Ja, die sleutels wilden niet inleren. Oké. Goed, dan nadenken. Hoe gaat zo'n sleutelprogrammering dan eigenlijk in zijn werk? He, normaal gesproken bij een auto zonder kielers. Je draait de sleutel, je biedt de sleutel aan het contactslot aan, dan moet de sleutel op contact gedraaid worden en dan wordt die sleutel ingeleerd. En iedereen heeft, gelukkig zijn er voor veel mensen die ervaring hebben met sleutelprogrammeren, omdat ook vaak via remote diagnose doe je zelf de handelingen. En dan zie je dat daar bij die Volkswagen modellen, als je begint twee sleutels inleren, dan staat er 0-2 in je combi-instrument. Dat betekent, er zijn 0 sleutels ingeleerd van de 2 die je totaal wilt inleren. En als je dan de eerste sleutel succesvol inleert, dan wordt dat 1-2. En bij de tweede sleutel verschijnt er 2-2. Dan weet je, oké, die sleutels zijn succesvol ingeleerd. Nou. Dus in dit geval moeten we een transponder en een keyless inleren. Er wordt gevraagd, er komt een vraagje tussendoor, kunnen we de webinar nog een keer terugkijken? Ja, we nemen hem op en hij komt beschikbaar. Dus je kunt hem terugkijken. En de tweede stap van die inleerprocedure is de handsender programmeren. En bij zo'n Passat zijn dat 2 aparte diagnose sessies. Dus eigenlijk in de eerste
sessie leer je de transponder en het keyless gedeelte in. En in de tweede sessie moet je de handsender programmeren. Okay. Bij ons gaat het fout, schijnbaar, met de transponder en het keyless inleren. Want daar kwamen we al niet doorheen. Hè? Tijdens dat we de transponder aanboden aan het contactslot, kregen we die melding 3 immobilizer fout tijdens inleren. Dus hier hebben we eigenlijk, hier gaat iets fout. Wat we ook zagen, is dat er tijdens, op het moment dat wij die sleutel aanboden aan de contactslot, dan kregen we een meldingje in ons combi-instrument, key not detected. Ja, dus het combi-instrument zei heel de tijd, ik zie die sleutel niet. Maar als je, wij hebben ontzettend veel ervaring met sleutels programmeren, dat is hier ons geluk geweest. Want we weten, okay, maar deze melding krijg je niet als je gewoon een auto zonder keyless sleutels inleert. Dan krijg je niet de melding in je scherm key not detected. Ook als de sleutel stuk is of de transponder is eruit gevallen, dan krijg je dit nooit. Dit komt alleen bij keyless systemen. Dus het feit dat we deze melding kregen, het feit dat we die immobilizer status 3 in de meetwaarde tevoorschijn kregen, die bracht ons eigenlijk bij het keyless gedeelte. En goed, de klant had ook een probleem met de keyless, want hij bleek al een hele tijd rond te rijden, dus met die sleutel gewoon in dat contactslot. Dus laten we daar eens even op inzoomen. Nou, dit plaatje hebben we al een keer gezien. Hè? Dus die key not detected. En aan de rechtse kant zien we weer die meetwaardes. En wat je ziet is die onderste regel, transponder ID actueel. En dus de transponder ID wordt wel degelijk gelezen door de leespoel. En komt ook aan in het comfortregelapparaat wat de wegrijblokkeringsmodule is. En we kunnen hier nog een paar meer dingen uithalen. Sleutelauthenticatie, dat staat ergens halverwege, die staat op ja. En die meetwaarde die zegt ons dat deze sleutel geschikt is voor dit chassisnummer, dat die correct is. Dus hier, alles wijst hierop dat de juiste sleutel bij de auto is. Maar goed, hij leert hem toch niet in. We krijgen die melding key not detected. Even terug naar dit schemaatje. Het is overigens jammer, dit is alleen van een auto zonder keyless wat je hier ziet. Dus heel het keyless deel wordt nergens uitgelegd. Hebben we niet terug kunnen vinden in zijn zelfstudiehandleiding van Volkswagen. Maar goed, die sleutel bied je dus aan die E415, aan dat contactslot. Daar duw je die sleutel tijdens de inleerprocedure in. Daar zit een antenne in. Die antenne die leest dat transponder ID, die geeft dat door via de bus aan J527. Dat is die kolomschakelaar waar de richtingaanwijzer en de ruitenwisserhendels aan zitten. En die zorgt ervoor dat het via die gele netwerkdraden bij J393 terechtkomt. En dat is die comfortmodule. Dus dat stukje werkt helemaal. Nou, dan moesten we maar eens even een speciaal gereedschapje erbij pakken. Ja, je kunt zien waar we het gekocht hebben. Het is bij de firma Carlock te koop. En dit is echt een ontzettend handig dingetje, gereedschap, om die keyless systemen mee te testen. Ik ga het uitleggen hoe we dat gedaan hebben. We hebben weer filmpjes, dus ik moet weer even met de schermen gaan wiebelen. Ik ga mijn scherm met jullie delen. Deze moet ik hebben. Okay. En hier komt, kijk. Yo. Ik weet niet of jullie dat geluidje ook horen. Maar wat je ziet in dit filmpje, ik zet hem even op pauze. Je ziet eigenlijk een soort grafiekje. En er staat car and key, staat daar aangegeven. En de onderste lijn, het onderste signaaltje, is dus eigenlijk de auto, dat is de antenne, die het keyless signaal moet opvangen. En de bovenste lijn, key, dat is de signaal wat de sleutel uitzendt. Dus wat die antenne moet gaan opvangen in de auto. En kijk maar, ik speel hem nog een keer af. Je ziet alleen maar, op het moment dat wij die sleutel aanbieden aan het contactslot, of in die auto in de buurt van die antenne komen, dan zie je alleen maar die antenne reageren. Dus die antenne die zet
zijn signaal eigenlijk, tenminste die begint, die begint eigenlijk te zenden, maar de sleutel van de auto doet helemaal niks. De car vraagt, maar de sleutel zendt niks terug. Dat is een betere uitleg. De auto vraagt, maar de sleutel zendt niks terug. Dus de auto vraagt, maar sleutel geen antwoord. Oké. Dan heb ik nog een filmpje. Ja, dus er komt nu nog een filmpje. Ik deel weer mijn scherm. Even checken, zien jullie het videoschermpje nu? Dit is het tweede filmpje, want dit is een auto met een goed werkende sleutel. Het filmpje komt heel traag binnen. Oké, nou ik speel hem een paar keer achter elkaar af. Niet nu heel duidelijk, boven en onderslijn. Ja. Kijk, wat je in dit tweede filmpje heel duidelijk kunt zien, is dat beide signalen aanwezig zijn. Dus de vraag van de auto en de antwoord van de sleutel is er. Kunnen jullie in de chat even aangeven of ik het filmpje vaak genoeg heb afgespeeld? Ja. Oké. Okay. Irritant geluid. Ja, dat is het zeker. Maar wel duidelijk. Maar wel heel duidelijk, inderdaad. Ja. Oké, okay. Nou, dat ding is dus bij Kallux Systems te koop. En ja, goed, wij hebben er regelmatig plezier van. Ook gewoon om een afstandsbediening te testen is hier wel heel simpel. Wat ons dus eigenlijk duidelijk werd met dit filmpje, is dat die sleutel, dat kieles gedeelte van die sleutel, van beide sleutels, was stuk. Dus van de sleutel waar de auto rijdend mee naar binnen gebracht is, als van die sleutel die nooit heeft gewerkt bij die nieuwe eigenaar. Maar goed. En die derde sleutel die erbij was, dat was een, ja, laten we zeggen, een zelfgemaakte sleutel. De auto is ook ergens geweest bij iemand die, ja, die handig is met, ook handig is met startblokkeringen. En die had gepoogd zelf een sleutel bij te maken. Goed, die was eigenlijk totaal niet geschikt voor die auto, dus die hebben we meteen aan de kant gelegd. Ja, Carlo die zegt dus de sleutels zijn defect. Ja, dat was onze conclusie. He, dus we hadden met dit testertje vastgesteld dat, dat er eigenlijk geen bericht van de sleutel te detecteren was. Dus toen hebben we één nieuwe sleutel besteld. Want ja, goed, wij zeggen gokken is dokken. En ook als wij gokken, dan moeten wij ook dokken. Maar onze conclusie op basis van de metingen die we gedaan hadden, sleutel defect. Jan vraagt de frequentie van het signaal. Ik meen, zo'n kieles signaal is laag frequent. Ik meen iets van 120 kilohertz. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oké, okay, we hebben dus een nieuwe sleutel besteld. En hier, ik had het net al over, in het combi-instrument krijg je dan informatie terug tijdens het inleren. En hier zie je dus dat 1 van 1 staan. Dus hier... Het bewijs met die nieuwe sleutel, die konden we prima inleren, kregen de melding niet meer, key not found. En 1 van 1 verscheen in beeld. Nou ja, hier het ODE-schermpje, de sleutelaanpassing is uitgevoerd. Dus die sleutel is succesvol ingeleerd. En dan finally, the proof of the pudding is the eating. Hier zie je, als je goed kijkt, dat ik de sleutel in mijn handen heb. En op de achtergrond zie je de naald van de toerenteller iets boven de 1000 omwentelingen per minuut staan. Dus die motor die draait. Gestart kieles. Kijk, wat we met deze twee storingen hebben willen bewijzen. Ik zet ons ook weer even in beeld, kunnen jullie ons weer zien. We zijn er nog, hallo. Ja. Is dat, dat je door beredenatie en goed uitvragen van de eigenlijke klacht, goed nadenken, niet zomaar in het wild onderdelen op een voertuig gaan gooien, maar dan kun je gewoon met één pijltje in de roos werpen.
En dan, ja, weet je, dan, wordt, dan is gokken, is dokken, dat is niet meer van toepassing. Gissen is missen, kwam er een keer voorbij. Maar ja, aantoonbaar, bewijs leveren wat het probleem van de storing is. En dan in één keer goed repareren. Des te groter is je voldoening, hè, als uiteindelijk het probleem opgelost is door het ene onderdeel wat jij vervangen hebt. In plaats van dat je een heel doos aan onderdelen op zo'n auto hebt gegooid. Dat, We zitten op 80 minuutjes nu. We hadden een uurtje beloofd. Dus ja, hebben jullie nog vragen, dan zou ik zeggen, knal ze in de chat. Dan gaan we die nog beantwoorden. Het is allemaal terug te kijken. We zullen de terugkijklink ook posten via de kanalen. Jullie hebben ook de uitnodiging voor het webinar gevonden. Dus dat zal vast goed komen met die terugkijklink. Even kijken, er komen nog wat dingetjes voorbij. De kitbenaming van de Knight Rider, ja, absoluut. Ja. Dat vinden wij ook altijd leuk. Hebben jullie bij de auto ook wel eens foutcodes in Ford? Die je niet bij EOBD ziet. Ja, logisch, hè. EOBD geeft alleen maar EOBD foutcodes aan. En een testkast die geeft ook merkspecifieke foutcodes aan. Dus, maar ook, ja, wij zien ook wel eens testkasten waar een foutcode in staat. En dan pak je een andere testkast en dan staat die er niet in. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Daar moet je goed op waakzaam op zijn. Er is nog een vraag van Carlo. Die zegt van die Passat kon wel worden gestart. Hoe was dit ook alweer mogelijk met kapotte sleutels? Nou, Carlo, als je een keyless systeem hebt, dan heb je altijd de noodstartfunctie. En het probleem was dat deze beide sleutels, die waren half defect. Namelijk het keyless gedeelte van die sleutel, dat werkte niet meer. Dus de transponder voor noodstart, die functioneerde er nog gewoon. Dus doordat die klant, de eigenaar van die auto, de sleutel in het contactslot aanbood, waar die noodstartantenne ook zit, kon hij dus gewoon het voertuig starten. Dus je hebt vast wel eens gezien, als je een auto met keyless hebt en een startknop, dan moet je of die sleutel tegen de startknop aanduwen, of je moet hem tegen de stuurkolom bij een antennesymbooltje houden, of ergens in het vak van de middenconsole, ergens helemaal onderin zit een of ander speciaal vakje waar je die sleutel in moet leggen. Een handige tip voor diagnose: in het instructieboekje vind je altijd de noodstartprocedure van een auto. En daarmee kun je dus verifiëren of die normale transponder nog wel goed functioneert. Nog meer. Even kijken. Wat komt er na de pauze, zegt Ton? Nou, we hebben nog meer, we kunnen nog wel. Openen de portieren wel keyless of heb ik dat gemist? Nee, die openen niet keyless, Roy. Daar heb je... Ik weet niet of je het gemist hebt, maar ze openden niet keyless. Hè? Nee, de keyless, het keyless deel werkte niet. Waarom kregen jullie met Osus een duidelijker antwoord met diagnose? Dat was Wim. Dat maakte eigenlijk niet zo heel veel uit, want die meetwaarde die Osus ons geeft, die gaf de VCDS of de Autologic ons ook. We hebben alle drie de tools door elkaar op die auto gebruikt. En de ene keer... waarom we Osus eigenlijk gebruikten, is omdat als je Osus gebruikt tijdens de sleutelprogrammering, dan kan Osus een contact 15 aan forceren. En dat was handig om bepaalde meetwaardes tevoorschijn te toveren. Dus daarom hebben we Osus gebruikt. En dan kon je een stuurslot af, hè? Dus kun je naar binnen duwen. Ja, precies. Dan kon die, inderdaad, dan konden we de auto manoeuvreren, want binnen is het toch even net iets lekkerder meten dan buiten. Reacties allemaal, voor ja. Herhaling vatbaar. Kun je een RKE op een PKE Passat aanleren? Oftewel, je vraagt, kun je een keyless sleutel op een auto zonder keyless aanleren? Dat weten we niet helemaal zeker. Er zit ook verschil in het onderdeelnummer van de sleutel, maar ik denk eigenlijk van wel, want de transponder... is van hetzelfde type. En dat is een... moet ik even heel goed nadenken. Dat hebben we eigenlijk niet gecheckt. Nee. Ik kan je niet...
Bij een Renault kan het bijvoorbeeld wel. Ja, maar is kan het, dan moeten we even aan je collega's vragen welk type transpondertje erin zit. iTech 2 of AES. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Michel, ja, RTFM, read the fucking manual, absoluut. Dat doen we niet graag, maar heel vaak is dat de oplossing. Oké, Uwe die zegt, die vraagt of we het nog een keer vaker gaan doen. Ja, wie weet. Hè? doen jullie ook diagnose aan hoogspanning bij bijvoorbeeld een EV? We zijn gecertificeerd om daar aan te werken aan die voertuigen. Dat is zeker belangrijk om te weten wat voor merk het is. Want dat is toch wel belangrijk om goede informatie en diagnose tools voor te hebben. Ja. Er wordt weer gezegd nog een keertje doen. Iemand vraagt of we ook wel eens bij ROC's komen. We hebben een keer een ROC gedaan, maar dat was via een ATC-lezing. We zijn eens een keer op een ROC geweest. Maar Roy, anders stuur ons een keer een mailtje. Misschien dat we dan iets kunnen bedenken met je. Mooi, de lezing van Gates. Ja, dus de ATC-lezing van Gates waarschijnlijk. Volgende sessie. Nee, Iskander, de sleutels. Iskander die vraagt nog eventjes door over die sleutels. Dat hebben we ook gecheckt. De sleutels die bij de auto waren, waren keyless varianten. Ja, niet benoemd in de presentatie, maar de nummers klopten. Dat zijn... zaken die we eigenlijk als eerste controleren. Dat die auto nog reed op die eerste sleutel was, omdat die sleutel nog ingeleerd was. Ja. Kijk, en daarna was het inleren niet meer mogelijk, omdat die keyless-functie niet werkte. Wim kan, je kan terugkijken, Wim. Er komt het is opgenomen. Dus er komt een terugkijklink. 1 keer per maand een webinar. Hopsakee. Mm-hmm. Ja, nou ja, blijkbaar is Chrome het meest stabiel, wordt er aangedragen in de chat. Wij werken zelf ook met Chrome en ik moet zeggen, wij hebben eigenlijk het hele webinar probleemloos kunnen draaien. Goed mensen, het was ons een genoegen. En we gaan afsluiten. Bedankt Wim voor je J-Rex notificatie. Leuk apparaatje. Yes, bedankt. Hey, fijne avond jongens. Yeah.